Verschillende gebieden in Suriname liggen op dit ogenblik onder water. Dit komt door de hevige regens. Momenteel is er sprake van de grote regentijd in Suriname. Veel mensen klagen, want dit heeft vaak genoeg invloed op het verkeer. Het probleem zorgt voor enorme files. Sunweb TV heeft vandaag een kijkje genomen in het noorden van Suriname, waarbij het volgende hebben kunnen vastleggen. Oh,